FC Antwerpen moest in de beker van België afreizen naar Real Ardans, een eerste provincialer die de wedstrijd van het jaar mocht spelen tegen een van de eindkandidaten bekerwinst, nadat ze eerder Morlanwee wisten uit te schakelen. Aardig wat volk opgekomen voor deze wedstrijd van het jaar. De thuisploeg laat zich echter overdonderen in de eerste 12 minuten en zien dan al tegen een 0-4 achterstand aan, wat meteen de ruststand is. Man in vorm Etalaki, die er 3 voor zijn rekening neemt in de eerste helft, waarvan we graag de 0-4 u laten zien. In de tweede helft hebben we toch een iets ander spelbeeld, waar de thuisploeg na een vermeende elleboog, die er geen was, een onterechte rode kaart krijgt. Het zijn voor FC Antwerp om nog even door te duwen en daar is Etalaki opnieuw met zijn 4e van de avond. Het staat 0-5. De thuisploeg begint dan beter mee te spelen en wanneer buitenbeeld kapitein Hitu een fout maakt, krijgt hij de gele kaart. Maar wanneer hij dan nog eens verhaal gaat halen bij de scheids van dienst, duwt deze de terechte rode kaart onder zijn neus. FC Antwerpen moet verder met een man minder. Vijf minuten voor tijd krijgt de thuisploeg dan loon naar werken en waar het toch wel recht op heeft, de 1-5. Twee minuten voor tijd maakt de thuisploeg er nog 2-5 van en dan hebben we meteen de eindscore. FC Antwerpen verder door in de beker van België, al had het voor ons alvast iets meer mogen zijn. FTA mag het in de kwartfinale nu opnemen in op en tegen Moes Kroen, dat zich wist te plaatsen in de derde ronde van de beker van België ten koste van IJsden Dorp na een 10-9 score.